Jij wilt ons allemaal helpen. Want soms ben ik een beetje bang in het donker. En wilt u mij dan helpen om niet meer bang te zijn? En als ik moet fietsen, er gebeurt er zoveel omdat ik op dingen moet letten. Wilt u dan ook helpen? Wilt u dan zorgen dat ik goed kan kijken en dat ik goed kan luisteren naar het verkeer en dat ik goed uitkijk, dat ik mijn handen goed sturen? En hier soms zijn papa en mama een beetje boos of de juf. En nu is het natuurlijk vakantie, dus is de juf niet boos meer. Maar soms zijn papa en mama wel eens boos. Wilt u dan zorgen dat ze niet schreeuwen? En soms denk ik dat ik een beetje dom ben. Maar hier wilt u dan zorgen dat ik niet meer dat denk en dat ik alleen maar leuke dingen denk. Amen. Oh, ja, ik was even aan het bidden. Ja, dat hoort natuurlijk wel in de kerk. Maar, ja, we doen altijd bidden voor het eten en als we gaan slapen. En in de kerk en soms op school. Maar ik was een beetje bang. Dus ik denk, dan ga ik maar bidden. Want God helpt altijd. Wist je dat? Natuurlijk wist je dat. En dan mogen we altijd bidden. Soms bid ik wel als ik gewoon aan het fietsen ben. Heb ik mijn ogen open en ben ik aan het sturen en zo. Dan ga ik toch even God vragen voor help. Want God helpt altijd. Want weet je nog dat die ene keer dat ik die tamboerijn bij had. Toen had ik verteld over het volk van Israël. Dat werd bevrijd door Mozes. En toen ging Mirjam dansen. Want God hielp hun uit de slavernij. En toen waren ze zo blij. Toen gingen ze dansen en muziek maken voor God. Want God had geluisterd. God luistert altijd. En soms helpt hij een beetje anders dan wij denken. Maar God heeft altijd het beste voor ons. En God zorgt voor ons. Weet je, net zoals dat. Ken je dat toen Jezus met zijn discipelen in het bootje zaten? Toen gingen ze aan de overkant. En toen begon het een beetje stormen zo. En allemaal water tegen hen aan. En ze waren hartstikke bang, de discipelen, want die denken, straks vallen we uit die boot. En Jezus lag daar lekker te slapen. Toen had ze Jezus wakker gemaakt en Jezus stond op en die zei tegen de storm, stop. En toen stopte de storm. En toen was het water heel stil en het zonnetje kwam weer door. Dus God is heel sterk. God heeft kracht. En God helpt ons als we een beetje bang zijn of als we dingen eng vinden. Iedereen is wel eens bang. Iedereen vindt het wel eens een beetje eng. Of zijn ze heel ziek? Heel erg buikpijn hebben. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je heel erg buikpijn hebt? Of moet overgeven? Of dat je echt zo... Dan mag je ook bidden. En God helpt ons altijd. Ook als er stormt. En daar gaat het volgende liedje over. Over dat er stormt in de zee. En dat God ons in deze in een wilde leven... Ons ook beschermt en helpt. En daar gaat de dominee straks ook over preken. En dan gaan we straks ook uit de Bijbel voorlezen. Maar eerst gaan we even het liedje zingen. Zingen jullie mee?